Oh. Ja, zat. Een lijn van onze eigen teelt. Daar hebben we dit jaar ook van nageteeld. Niet van deze, dit is een dochter van diezelfde moeder. Maar deze is van 23, die dochter. En die geeft echt mooie bakken met bijen. Die zien er allemaal prima uit, die volken. Die zijn allemaal onbehandeld. Die hebben we puur in de test als F1. En als die het heel goed doen, dan kunnen we eventueel de darrenlijn van deze volken nog gebruiken. Natuurlijk niet de moederlijn, maar wel de vaderlijn. En dit is nummer 32, die hebben we dit jaar ook gebruikt. Maar ik heb ook nog ergens een 50 zitten. Dat is niet die, maar verderop. Die laat ik ook nog wel eventjes zien. Wat ik op dit moment aan het doen ben, zijn alle volken even nog aan het wegen. Zo uit het handje. Ik kan dat ook met een weegschaaltje doen. Ik heb er aan de meeste kant, ja, die is zwaar genoeg. En dan als ze klaar zijn, haal ik even de dode bijen eruit, als die erin zitten. Zo. En dan maak ik de voerbak open. Zo. Kunnen ze die nog even schoonpoetsen, het laatste suiker eruit. En dan haal ik die bakken er eventueel nog af voor de winter. Dat kan in november dan nog. Als ik ook de aangepaste broedruimte maak. Voor de winter zit met de twee kamers. De voerkamer en de broedkamer. Dat kan in november nog. Zo. Het wordt ook echt nog goed gevlogen hoor vandaag. Het is echt heerlijk weer. Ja, genoeg voer. Dan gaat de voerbak weer open. Zo. Dit is volk. Nou, dit is gewoon een onbekende.
Oh nee. Dat is een Graaf Reinet lijn, de 169. Dat is een lijn waar ik dit jaar wat problemen mee heb gehad. Dat is een nieuwe lijn. Ik aan het testen ben. Kijk, die zijn ook niet sterk. Maar ik weet niet of, of ik hiermee doorga. Daar had ik 5 koninginnen van die Graaf Reinet lijn. Van een teler uit Duitsland. Maar ik ben er eigenlijk niet kapot van. Ik heb daar nog wel een aanparing van gedaan. Op, zeg ik uit mijn hoofd, op Stolberg en op Baltrum. Dus ik ga nog wel kijken wat die doen. Maar als me die ook niet bevallen, dan stop ik met die hele lijn. Ja, is jammer, want het was wel echt onbekend materiaal, nieuw materiaal. Wat nog niet zoveel in de bukvastlijnen zit. Maar ja, je kunt geen onwaardig materiaal zeg maar, in de bukvastlijnen inbrengen. Dat heeft gewoon geen zin. Ja, ik test nu al 3 jaar. Ik kom daar niet verder mee. De Graaf Reinet. Dit is een lijn. Uit 2023. Die heb ik niet gebruikt. Maar die had ik wel bedacht om te gebruiken. Dus dat is deze lijn. Ik laat hem heel even zien. Dat is uit 2023. De 3029. 3 staat voor 2023. En dit was koningin 29 van de SDI koninginnen. En daar is dit een F1 van. Staat hier ook VSA 29 F1. Die heb ik nog niet gebruikt. Dat is nog nieuwe genetica. Die we nog niet ingebracht hebben in onze VSH-lijnen. Maar als deze goed uit de winter komt, dan verwacht ik dat ik deze volgend jaar als darrenlijn wil gebruiken. Ik laat ze even zien. Eerst heel even wegen. Ja, zwaar genoeg. Weeg altijd van achteren en dan van de 2 zijkanten, dan heb je een goede indruk. Het gewicht kan wel eens aan 1 kant zitten. In dit geval denk ik dat het voldoende is. Kijk, dit zijn mooie bakken bijen. Die zitten echt helemaal tot op de zijwanden zitten ze nog. En ja, dat ziet er gewoon goed uit. Ook onbehandeld. En nog niet gebruikt in onze VSH-teel. Dus het kon wel eens zijn dat we de topvolkjes van dit jaar... Oh, ik moest ze nog even openmaken. De topvolken van dit jaar, van het SDI-programma. Die 100% varroa-resistentie laten zien. Of 75% op zijn minst. Dat we die... helemaal gekristalliseerde suiker ligt hier onderin. Droog natuurlijk uit. Dan poetsen ze wel weer schoon. Zo. Dat we die gaan aanparen, die goede lijnen van dit jaar, weer aanparen met dit materiaal. Want dat is ook hoog VSA en nog onverwant. Dus daar kunnen we echt nog wel een paar jaar plezier van hebben. En daar heb ik er nog 2 van zitten, die we nog niet gebruikt hebben. De 29, de 3 zelfs, de 29, de 36, die staat hier volgens mij naast. En de 50. Dus er zijn nog 3 koninginnen. Waarom hadden we die niet gebruikt? Dat die moeders in de winter dood waren gegaan. Dus die SDI-moeders, die single drone geïnsemineerde moeders, die hebben de winter niet overleefd. Het volk wel, maar die moeder niet, die was darrenbroedig. En die konden we dus niet meer gebruiken als moederlijn. En de vaderlijn wil ik alleen maar gebruiken als die blijken goed te zijn in de praktijk. Daar heb ik er een stuk of, had ik gelukkig al gemaakt, een stuk of 5 tot 10 van allebei. En deze 3, ik heb op 2 standen, heb ik er nog 3 van over die ik echt heel goed vond. Die andere heb ik al weggedaan, die ik echt heel goed vond. En die kan ik dan eventueel volgend jaar weer gebruiken. Dit is bijvoorbeeld de 50 die ik hier heb. Dat is dus ook zo'n nakomeling van een SDI-lijn. Ik zeg 50, ik zie 56 staan. 50, ja, dit is een beetje uitgeschoten met... Maar VSA 50 is dit, dat dacht ik ook me te herinneren. Ja, die is oké. Okay. Die is niet super sterk, maar die is oké. Okay. Ja. Kijken of ze goed voer hebben. Ja, hoef ik al niet eens meer verder te voelen. Zoals ik van achter al voldoende gewicht voel, dan hoef ik eigenlijk niet verder te voelen. En anders check ik het van opzij nog.
dan kan het zijn dat het gewicht echt erg aan één kant zit. Nou, deze twijfel ik nog aan of die 50 of die gaan gebruiken. Maar ik zie wel staan dat die twee keer getest is bij mij en twee keer als top beoordeeld is. Dus het kan zijn dat hij toch wat last van Varroa gehad heeft en daarom niet zo super sterk de winter in gaat. Maar we gaan kijken hoe die uit de winter komen. Ook weer onbehandeld. Dan heb ik hier de laatste. Dat is de 32. Dus dat is een... Ja, dat is een lijn die ik al wel gebruikt heb dit jaar. De moederlijn althans, niet als vaderlijn, maar als moederlijn. Kijk hoe die er dan bij zitten. Nou, ik hoef hier niet meer veel te voeren. Een enkeling had nog een slokje nodig. Nou, deze hoef ik ook niet te voeren. Maak ik ook open. Ja, ook een mooie bak bijen. Ja hoor. Zit ook tot aan de rand. Dus die zien er ook goed uit. Dus deze zou ik ook nog als darrenlijn kunnen gebruiken. Nou, zijn we deze stand alweer klaar. Gaan we naar de volgende stand. Zo loop ik alle standen even af met dit mooie weer. En dan kan ik nog het laatste slokje voer geven als het nodig is.